Sema Punch had battles next gen, de try-outs. En we hebben twee MC's die gaan laten zien dat ze ook in een volgend seizoen horen. Maar het publiek is nu natuurlijk ook actief zoals ze altijd zijn bij normale events. Je kan het horen. Of deze heren doorgaan wordt bepaald door de deskundige jury aan mijn rechterkant. Klopdokter en Tim Hermers. Hey. Yes sir. De MC's stellen zichzelf voor. Roland uit Haarlem, shout-out, iedereen is meegekomen. Let's go. Hier dan. Maar dit kan. Yes, Colombo 5713 represent Amsterdam. Yes. De heren krijgen allebei één ronde om te laten zien wat ze kunnen. Als het goed is, ga jij beginnen. Ja, maar dat wil net dat die veel andere geschreven worden. Ja. Oké, dan. Hou rekening mee. Oké. Hou rekening mee dat deze heren allebei op iemand anders waren voorbereid, maar die nog niet komen opdagen. Dus ze gaan laten zien wat ze hadden, wel tegenover elkaar. Maar het maakt verder niet uit, want ze worden individueel beoordeeld op hun skills, of ze dus door mogen of niet. Met all that being said, geef ze een beetje energie. We gaan let's go. Moet ik hier gaan staan? Staat die mic wel aan? Ben ik achter te verstaan? Dan kan ik deze sukkels om de baan nu in 90 verslaan. Want door deze lijn ga je gelijk snappen wat ik van deze Wouws vind. Wat door zijn kop ligt blijven knappen. Zodat het applaus klinkt. En dames en heren, wingers en niggers. We hoeven niet meer naar kansloos talent te zoeken, want hier is hij. De allerslechtste, meest onverstaanbare, wannabe gangster MC. Genaamd Sensi. Maar gast, je hebt geen money, geen bitches, geen Bentley. Dus wie de fuck denk je wel dat je bent? En ik weet het. Je bent gay! Oké, dat is een filler. Maar het is echt waar, dat is een killer. Want jouw vaste vriendje, volgens mij die kerel, die heeft poep in zijn smoel als hij een pik pijpt. En dat is wat ik bedoel als ik tegen je zeg, dik schijn. En ik weet dus niet of je deze links legt, maar laat me dit even recht zetten. Want ik win op elk vlak. En ik zet je aan de kant, want ik ben niet down met jou, want ik vind je fucked up. Een lelijke balzak. En in mijn lyrische opzet volg ik de rode loodlijn, daardoor raak ik de kwadraat niet kwijt. Plus ik geef je keer op keer botbreuk als ik je vierkant door de telraam smijt. Tijd. Wil ik money is spontaan, grinden doe ik constant. Fok niet met Colombo, anders kost het je voortaan. Genoeg zingen, ik heb een hele voorraad. Je wil naar ronde 2, maar ik denk niet dat het doorgaat. Jij staat achterin, ik sta sowieso weer vooraan. Jut, dus vandaag ben ik de bullebak. Skip je lyrics, gooi het in de prullenbak. En net een bitch, houdt alleen van lullig af. Gekropen uit de modder in, ik zweer ik heb niks onderschat. Status die is laag, net je woordenschat. Ga doen wat je moet doen, maar ik zweer dat je hebt woorden zat. Bloed dorst voor succes, wat jij spit is een act. Dit is niet wie je echt bent. Zelfs zonder ogen kan ik zien dat je nep bent. Je verlies, dat is de realiteit. Knieschijf op je wang, denk niet dat je ontwijkt. Onderweg naar de top, jij bent meer vandalen. Meer woorden dan een vandalen. Je op je flow wordt gesloopt en bij een van de vandalen. Kan niet falen, kom je halen, want ik ben buitengewoon terwijl ik binnenloop. Pak de titel hier, tot ik binnenloop. Staat in de weg van mijn baan en voor mijn scope. Het wordt een murder scene, nee je gaat niet hoog. Nee je doet wel mee, maar voor spek en bonen. Zie je, neppe rapper met neppe dromen. Je Colombo in de game en ik breek die droom. Pak de game en droom. Genoeg bullets, ik heb ammo in mijn microfoon. Even denken. Sorry, even te staan. Oké, dus noem me John Wick, die met zijn gun klikt. En is mijn ammo op, doe ik een gun switch. Jij rennend voor je leven, bidden tot de Heer. Zoek naar verlossing, maar verliest elke keer. Hoop het op wat uitzicht, niemand wil je helpen, alles is nu uitzicht. Time. Ja. Tim, hold it down. Tim, meneer. Hallo. Hallo. Hi. Ik moet wel oké. Gewoon leuk. Voor het niveau van de league denk ik dat het nog niet interessant genoeg is. Dat wel een leuke insteek, maar ik weet niet, het pakte mij persoonlijk niet echt. Ik denk dat het een stijlvorm is en ik mis het toch wel echt. Ik weet niet hoe ik het uitleg. Het klonk een beetje sesamstraat. Dames en heren, links en rechts. Hé, het is leuk. Het is gewoon heel moeilijk om iemand te beledigen als je toon zo heel happy. Dus dan het lijkt net of je hem niet echt gedist hebt of zo. Maar de woorden waren er een soort van Roma Cardoso die dan. Het is niet echt alsof ik naar een battle aan het kijken ben. Ik denk dat voor nu, voor in de league, niet past, zeg maar. Bij jou had ik hetzelfde als bij een ander. Het lijkt net of je gewoon twee verses hebt gedaan.
gewoon die je had. En je hebt gewoon, ja, ik hoor de beat er gewoon onder. En weet je, het zijn gewoon goede bars. Het zijn gewoon Break and Boos bars die gewoon tof zijn als ik ze op een track hoor. Maar ik vind het gewoon moeilijk om dat dan te vertalen naar of het een battle was. Weet je, het is gewoon, waarschijnlijk heb je het ook voor een ander, is het voor een ander voorbereid, in jouw geval ook. Maar ik had gewoon algemene zinnen gebruikt. Want ja. Dacht, ja, ik weet niet tegen wie ik ga. Nee, logisch. Maar dat vind ik ook een goede opzet. Maar ook daar mis ik dan dat je echt punches hebt. Weet je. Je hebt gewoon toffe Berg en Boos zinnen. Dan heb je gewoon cool gedaan. Maar ik mis wel de beledigingen eigenlijk. Je kan ook algemene beledigingen schrijven. Of zoals ik ook zei, iedereen's moeder is al geneukt. Maar ja, iedereen's moeder wil ook wel nog een keer geneukt worden. Dat is een beetje. Dus dat miste ik ermee. Weet je, ik vond qua flow en delivery, dat vond ik tof. Ik miste alleen een beetje battle aspecten van. Dus voor mij is het allebei niet. Allebei niet? Ja. Klopt. Ja, voor jou God, ja, ik vond de insteek van je Engels niet zo heel interessant. Waar je echt mee begon was, je bent gangster inderdaad. Oké, dat is wat we zagen, dat iemand zichzelf gangster doet. Maar dat je vervolgens ja, hem dis alleen op het feit dat hij niet gangster is, dat is eigenlijk ook afgezaagd. Weet je, dat is ook al gedaan. En toen zei je, maar er komt nog iets en toen noemde je B. Toen dacht ik, ja, dat is ook al gedaan. Weet je wel, zoals ik eerder zei, iedereen is oké geweest. Ja, dat was ook een film. Ja, nee, ja, no. Maar het is echt waar, dus het was een killer. Maar ja, maar daardoor had je eigenlijk voor de helft van je minuut, dacht ik van, ja, dat heb ik eigenlijk allemaal gehoord. Tweede helft ging je misschien juist weer net iets te ver met moeilijke dingetjes in insteken, dat zei ik wat brandtruppel op de pub. En waardoor het ook niet echt een bar wordt, ook echt van, je hebt me echt afgemaakt, dus ik moet je helaas ook een nega geven. Ik ben trouwens niet eens met Tim wel de manier waarop je stem gebruikt, daar kan je echt wel wat mee als het gewoon van die bars zijn. Maar, ja, nou, als de inhoud erop aansluit. Ja. Als de inhoud erop aansluit, dat je dan als je de vorm kiest van zo'n intonatie en de inhoud past erbij, dan werkt ja, dan ja, ja. Is het een soort van tegenovergesteld. Bijvoorbeeld versus iemand die echt heel mompelend naar de grond kijkt, dan wat jij was veel beter, daar kan je echt wel mee. Dus ja. dat is niet zo'n probleem, denk ik. Voor jou, ja, precies wat Tim zegt. Ik denk als je jou op een harde beat zet met een bang op zaterdagavond, die hebt een goede stem ervoor, weet je, ja. je delivery 100%. Is goed. Ben je gewoon een goede rapper die tof klinkt. Alleen ja, in een battle vond ik dit niet aankomen, dat was eigenlijk het enige. Maar ik vond wel, je spit het gewoon strak, ik vind wel 100%. Ja, dat wel. Alleen je zegt dat hij geen skills heeft, maar hij kan gewoon pakken. Dat is exact wat ik zeg. Alleen ja, bij dit concept vind ik dat niet goed uit de verf komen. Dus als hij zich goed op één iemand focust gewoon, en toch echt het beste van die persoon, dat hij wel hard zou kunnen komen bij de skills die hij heeft, man. Maar jij bent ook hoofd jury. Dus ik ga jou de kans geven om je in een battle te laten zien dat het kan. Mocht je floppen in die battle, lig je er alsnog uit. Maar ik heb wel de van skills gehoord. Je staat gewoon met twee neus. Ik ga een wildcard voor hem inzetten, man. Ja, zal ik gewoon naar huis gaan? Even. Ja, mag gewoon. Ik kan er in principe niks tegen inbrengen, maar het is gewoon meer van ja, ik kan beoordelen dat ik zie goede bars zijn, skills en ja, als jij ja... Hij krijgt ook echt één kans om te laten zien dat je iemand kan smoken. Als je bent er ook niet boos van ofzo, dat ik denk, nou wat niet nou? Nee. Als je één op één tegenstander richt en je alleen maar richt op diegene te smoken, ja, je krijgt één kans om dat te laten zien. Dus je bent met een twijfeltje, hak over de zoek, ben gewoon door en breng flames. Breng flames volgende keer. En ja, ja, het was net niet, maar ik zie wel wat je probeerde. Ken je Kid Twist misschien? Jullie willen denken aan een battle rapper uit Canada. Kid Twist, die is binnen jouw stijl, is eigenlijk gewoon geniaal. Dus je kan iemand gewoon harder beledigen en dit is binnen die stijl die hij net deed. Dus ik zou zeggen, check een keer Kid Twist en Shuffle D, onthoud die namen. Die zijn heel goed in die stijl die hij net neerlegde. Als je een beetje inspiratie van hun pikt, wat iedereen wel een beetje doet, kan jij echt heel nice worden. Snap je? Dus het is het net niet, maar wel dope gedaan. Dus één nee en één twijfel ja, man. Yes? Even toch deze. Laat jouw mening vooral weten. Je gaat naar pas.nl, stem op jou beter. Like, abonneren en check je de volgende keer, man.